Woensdag is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u het al? Nou, nog niet helemaal. U twijfelt nog? Ja. CDA of PvdA? Ja, een beetje moeilijk. Ja. De kost duurt dit patatje oorlog. Heerlijk. Ik heb al zoveel calorieën binnengestopt gekregen deze dagen, moet ook geen nee zeggen. Geen patatje oorlog met de PvdA, dat gaat toch wat vriendschappelijker dan? Ja, ik denk dat we meer toe zijn aan wat verzoening en ik hoop vooral aan wat inhoud. Want de afgelopen week hebben CDA en PvdA vooral nagetrapt. En ik hoop dat we niet alleen nu de laatste dagen richting 3 maart, maar vooral ook richting 9 juni als politieke partijen vertellen wat we wel willen. De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar wat doet u hier dan? De mensen helpen. Ik bedoel, ze helpen mij ook als er landelijke verkiezingen zijn. Dat hebben we op 9 juni. En nu gaat het gewoon om de toekomst van Dordrecht. Misschien dat het niet zoveel zetels worden als de vorige keer. Maar zo groot zijn dat je invloed kunt uitoefenen op de toekomst van je stad is wel belangrijk. Want ook in Dordrecht zal gelden de komende jaren dat er bezuinigd moet worden. Nou, laat je dan de mensen die het al hartstikke moeilijk hebben de prijs betalen. Of probeer je die juist te beschermen. Hou je de straten veilig. Zorg dat je kind goed onderwijs krijgt op school. Dat zijn wel grote vragen die ook hier spelen. Zou je ook... Alsjeblieft. We hebben hier de verkiezing over lokale items. Bijvoorbeeld of we in Dordt de Zuidpolder al dan niet moeten gaan bebouwen. En u heeft nog niet met meneer Pechtold en meneer Bos gepraat over de Zuidpolder? Nee, geen enkele behoefte aan. Ik denk ook niet dat ze weten waar de Zuidpolder liggen. Die kunnen ze hooguit vinden met een tomtom, denk ik. Dus wat ons betreft hadden ze vandaag gewoon in Den Haag moeten blijven. En niet de verkiezingscampagne in Dordrecht moeten komen verstoren.